Hallo iedereen, ik ben Niels en welkom bij deze tweede editie van de NVC Vlog. We zijn blij dat de eerste editie zo goed ontvangen is en we hopen die positieve lijn door te trekken. En voor de mensen die hier voor de eerste keer zijn, in deze interviewserie interviewen leden van de NVC over hun passie voor zichlieden. Vandaag is Jan Vion te gast in deze tweede NVC Vlog. Jan staat internationaal bekend om zijn mooi ingerichte bakken met Midden-Amerikaanse zichlieden. Hij heeft namelijk een Facebookpagina en hij kan goed fotograferen en daardoor gaan deze foto's de hele wereld over. Naast dat Jans foto's de hele wereld over gaan, is hij zelf ook de hele wereld over geweest. Hij is namelijk in Midden-Amerika geweest om daar zijn favoriete zichlieden in de natuur te zien. Nou, naast dat alles is Jan bestuurslid van de NVC, dus we hebben vandaag genoeg te bespreken. Hallo Jan en welkom in deze tweede editie van de NVC Vlog. Op Facebook hebben we gezien dat je de laatste tijd druk bezig bent in je vishuis. Dat lijkt me in deze tijd de ideale plek om eigenlijk al je tijd te spenderen. Zou je ons misschien een rondleiding kunnen geven in het vishuis? Niels, dankjewel. Leuk dat ik mee mag doen met de tweede vlog van de NVC. Als je zegt, ik ben inderdaad met een vishuis bezig. Het is nog niet helemaal klaar, maar het begint al aardig vorm te krijgen. Ik zal je een kleine rondleiding geven. Ik zal straks de camera even omdraaien, zodat je het wat beter kan zien. Maar dat je een beetje een idee kan krijgen van een schuurtje van 5 bij 4 meter ongeveer. Ik heb, zoals je ziet, in het dak een daklicht gemaakt. Aan de ene kant glasplaten van een meter bij een meter ongeveer. Aan de andere kant een meter bij 2 meter. Wat natuurlijk heel veel daglicht geeft. Zoals je ziet ook lekker het zonnetje in de schuur. Ik heb daar een vin hangen om de temperatuur wat beter te verdelen over de ruimte. En wat je hier ziet, iets beter laten zien. Dat is de warmtepomp. Op deze manier verwarm ik eigenlijk de ruimte. De temperatuur fluctueert een beetje tussen de 23 en 25 graden Celsius. En verder is het echt gewoon een heerlijke ruimte om te verblijven. Je ziet daar lekker een tweezitbankje. Ik heb hier een lekkere luie stoel. En natuurlijk de bak om van te genieten. Ja, even op deze manier filmen, dat is toch een stuk prettiger. Als dat steeds mijn eigen hoofd in de weg zit. Zodat je een iets beter idee krijgt van de visruimte. Ja, ik zal aan deze kant beginnen. Dit zijn twee bakken boven elkaar van 2,65 meter lang bij 80 diep en 60 hoog. Dit is mijn laatste aanwinst, een houten bak van 2,44 meter lang, 1,22 meter diep en 75 hoog. En aan deze kant heb ik drie bakken boven elkaar van 1,45 bij 70 bij 32 en daarnaast drie bakjes van 50 bij 70 diep bij 32 hoog en hier nog een aantal kleine kweekbakjes. Hier nog even wil ik laten zien de techniek op de buitenkant, zodat je inderdaad bovenin het daklicht ziet. En daaronder de zonnepanelen. Om proberen het schuurtje een beetje energiegetrouw te maken. Zeker met dit soort weer heb je toch een leuke opbrengst van de zonnepanelen.
Nou, jullie hebben een beetje een idee gekregen van mijn vishuis, hoe het eruit ziet. Nou, ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg dat het een prachtig vishuis is en dat ik daar ook wel een beetje jaloers op ben. Daar had ik nu ook best wel even willen zitten. En Jan, vorige keer hebben we natuurlijk Ernst geïnterviewd. Hij heeft dwergcichliden uit Zuid-Amerika. En bij jou zijn we nu bij een stuk grotere cichliden en ietsje noordelijker beland in Midden-Amerika. Hoe ben je daarbij terechtgekomen en hoe is de hobby überhaupt begonnen bij jou? Hoe ik begonnen ben met de hobby, nou ja, dat is inmiddels al heel lang geleden, ruim 50 jaar. Ik kreeg mijn 15 jaar en mijn vissen komen van mijn verjaardag met twee goudvissen en daar is alles mee begonnen. En ik schat rond 1987 kwam ik een keer in een dierenwinkel die toen nog bestond op Hoogkaterijn in Utrecht. En daar zag ik in grote aantallen Midden-Amerikaanse cichliden aangeboden worden. In datzelfde jaar, of misschien wel een jaar later, ik weet het niet precies, kwam ik Hans van Heusen tegen. Voor velen wel een bekend persoon die toen de tijd ook Midden-Amerikaan verzorgde. En van hem heb ik heel veel geleerd over hoe ik de beste deze vissen kon houden. En, Midden-Amerikanen hebben voor mij een onuitwisbare indruk achtergelaten en een onuitwisbare liefde. Nou, bij Midden-Amerikaanse cichliden van dit formaat is het natuurlijk belangrijk dat je een goede visbezetting hebt. Hoe bepaal jij nou wat een ideaal visbestand is? Het ideale visbestand. Ja, dat is best wel een onderwerp waar veel over geschreven is. Ik denk dat het ideale visbestand niet bestaat. Het visbestand is altijd in beweging, dynamisch. Wat volgens mij nog steeds het beste werkt, is dat je als je een aquarium opstart met Midden-Amerikanen, dat je dan soorten wil gaan houden die, nou ja, die je graag wil gaan houden. En dat je gaat beginnen met een aantal jonge exemplaren, het liefst een stuk 5, 6, die te samen laten opgroeien, waar je uiteindelijk een koppel uit kan selecteren of een trio. Net wat het beste werkt. Mijn ervaring is dat als je soorten bij elkaar houdt die elkaar in de natuur ook tegen kunnen komen, dat je dan de minste problemen kunt verwachten wat betreft agressie en dergelijke. Dus verdiep je eigen goed in de soorten. Of ze überhaupt wel bij elkaar kunnen. Ook qua grootte, wat ze verlangen, qua huishouding. Het is vaak toch een kwestie van proberen. Wat bij de een wel werkt, zal bij de andere niet werken. En dat heeft vaak te maken met. Vissen zijn ook individuen, net als mensen. Maar ook de inrichting. Voeding. Hele complete plaatsen. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je met zulke grote vissen ook een goed filtratiesysteem hebt. Hoe regel jij dat in al je bakken? Al mijn grote bakken overigens zijn voorzien van een binnenfilter. Voorzien van sponsen of ander filtermateriaal en een opvoerpomp die het schone water weer terugpompt in de bak. En dan een vraag die we aan al onze gasten gaan stellen. Is er een cichlidesoort die je nog niet gehouden hebt, maar nog wel graag een keer zou willen houden? Welke cichlide ik nog eens zou willen verzorgen? Ja, dat is toch wel Teras irregularis. Een vis uit de snelstromende rivieren van Zuid-Mexico en Guatemala. Heeft een torpedo-achtig lichaam die dus helemaal gebouwd is op het voorkomen in snelstromende rivieren.
Waarom juist deze vis is moeilijk te verkrijgen en ook vrij moeilijk te verzorgen. Dus dat lijkt me wel een keer een uitdaging. En als je ook mocht kiezen uit de vissoorten die je al een keer gehouden hebt, wat zou dan echt je favoriete cichlide zijn? Favoriete cichlide? Ja, ik denk toch wel dat het deze vis is. Je ziet hier een koppel sinds lichte spiercy en wel de variant van de Rio Lacana. Voor mij is het toch wel een van mijn favorieten. En waarom? Ja, het is een hele bijzondere Midden-Amerikaanse cichlide, omdat hij een leerachtige huid heeft. Grove bouw en een hele bijzondere tekening. De zwarte buik en de dwarsbanden. Voor mij maakt het een bijzondere vis. Ik heb gezien dat je ook een prachtig buitenaquarium hebt. Wat voor vissen hou je hierin? Ja, mijn buitenbak. Hier zie je een overzicht van het complete plaatje. De buitenbak staat in onze veranda, lekker beschut. Krijgt wel een paar uurtjes zon per dag. De bak is 2,40 meter bij 75 diep, bij 55 hoog, zo'n kleine 1000 liter. En voorzien van een binnenfilter. Het is altijd een beetje lastig filmen door de vele reflecties. Maar je krijgt zo een beetje een aardig overzichtsplaatje van de bak. De bak is voorzien van een drietal vissen. Waaronder twee Noord-Amerikanen, de Long Ear Sunfish en de Rainbow Shiner. Ik zal kijken of ik even een plaatje wat dichterbij kan maken van de vissen. Is de Long Ear Sunfish, een prachtige vis die best wel een beetje lijkt op een cichlide. En de Rainbow Shiners, kleine zalmachtige. Dus beide voorkomend in Noord-Amerika. En ik heb er wat grondels in gedaan die ik zelf gevangen heb in de Rijn, die van oorsprong uit de Zwarte Zee komen. Ja, het is gewoon heerlijk als je in de veranda zit, dat je kan genieten van het prachtige plaatje. Even van boven gezien. Wat ook heel grappig en natuurlijk is, is de klimop. Die in de bak groeit. Ondertussen nog een druifplantje is gaan groeien. En de wortels die een beetje balg zijn geven nog een heel natuurlijk effect. Nou, ik hoop dat je zo een beetje een idee hebt gekregen van mijn buitenbakje. En nog even een opname in het donker. Zodat je minder last hebt van de weerspiegeling. Je ziet gelijk dat het gedrag van de vissen ook heel anders is. Lijkt wel of het toch niet natuurlijk is. Kun je ons misschien ook vertellen hoe je die prachtige foto's maakt, of hou je dat liever als jouw groot geheim? Niels, dankjewel voor je compliment van de mooie foto's. Ja, wat kan ik hierover vertellen? Eigenlijk niet zo heel veel. Ik zal mijn camera even omdraaien.
heb even wat tafel uitgestald. Ik heb een vrij eenvoudige spiegelreflexcamera, een Nikon, met daarbij wel een goede flitser. Ja, en dan is het eigenlijk een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En dan als je een beetje geluk hebt, dan heb je af en toe een prachtige foto waar je een beetje trots op bent. En ja, het is gewoon mooi om je hobby van de cyclide houden en het fotograferen gewoon samen te laten komen op de gevoelige plaat. Je gaf al aan dat je meerdere keren zelf naar Midden-Amerika bent geweest. Kun je ons misschien meer vertellen over deze reizen? Ja, Niels, dat klopt. Ik ben in gelukkige omstandigheden geweest om 3 keer naar Midden-Amerika te mogen reizen. 1 keer echt puur voor de vissen, dat was in Mexico in 2000. Ontzettend veel mogen zien, mede dankzij Michel Kaiman, die me ontzettend veel heeft laten zien. Ik ben 2 keer in Cuba geweest. Het was eigenlijk gewoon vakantie, maar daarnaast ook af en toe even tussenuit om proberen wat vissen te spotten en te vangen. Ja, we moeten het erover vertellen. Je kan er zo gigantisch veel over vertellen. Wat voor mij eigenlijk het belangrijkste is, dat ik gezien heb hoe bijzonder het is om je aquariumvissen te mogen zien in de vrije natuur. Hoe ze daar leven, hoe ze daar voor hun jong bloed zorgen. Ja, en dat geldt niet alleen van Midden-Amerika. Ik mag vaker reizen. Verschillende landen geweest en ik probeer toch altijd overal even mijn hoofd onder water te steken en van het onderwaterleven te genieten, omdat je gewoon in een totaal andere wereld terechtkomt. Serene stilte en ja, ik hou van fotograferen ook, dus van het onderwater fotograferen. Dus overal waar ik naartoe ga, gaat mijn camera mee en probeer ik toch wel een en ander op de gevoelige plaat vast te leggen. Dus ja, nogmaals, geweldige ervaring. Dit waren mijn vragen voor deze vlog. Heb jij misschien nog iets dat je tegen de kijkers wil zeggen? En stel ze dat ze je willen volgen, waar kunnen ze je dan terugvinden? Nou Niels, hartelijk dank dat ik mee mag werken aan deze tweede vlog. Over het houden van de Midden-Amerikaanse cyclide. Voor de mensen die kijken, op de site van de Nederlandse Vereniging van Cyclide Liefhebbers, de NVC, is uiteraard heel veel informatie te vinden over het houden van dit soort vissen. Bent u meer geïnteresseerd geraakt, kijk dan gerust op mijn Facebook pagina. Daar is best veel te zien en te lezen over dit soort vissen en foto's. Dat is de Facebook-site Central American Cichlids, CAC. Nou, voor nu, dank en wellicht tot ziens. Nou, dit was dus de tweede editie van de NVC-vlog. En we hopen dat jullie allemaal genoten hebben van Jans prachtige vishuis en natuurlijk ook die mooie buitenbak. En we zien jullie graag de volgende keer weer. En wil je nou meer van ons zien? Like dan deze video, abonneer je op ons YouTube-kanaal en like ons op Facebook. Of word gewoon lid van de NVC. Tot de volgende keer!